Dit is Ranatori, welkom erbij. In deze aflevering zullen we het hebben over veiligheid. En we praten met de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, inspecteur van politie, de heer Milton Kensmeel. De laatste tijd is de veiligheid in Suriname een onderwerp van groeiende zorg. Burgers maken zich steeds meer zorgen over hun veiligheid, met name vanwege de toename van berovingen op ondernemers en de recente schokkende gebeurtenis waarbij criminelen het vuur openden op een politiehelikopter. Dit incident roept vragen op over de mogelijkheden van de politie om de veiligheid te waarborgen in een steeds uitdagender klimaat. Inspecteur Kensmeel, welkom in het programma. Ja, goedendag. Hoe verklaart u de recente berovingen op ondernemers? De recente berovingen op ondernemers, maar niet alleen ondernemers, maar ook de gewone burger. Korps Politie Suriname zie dat als een heel groot zorgpunt dat oplossing behoeft. Ja, het is een onverteerbare situatie voor het Korps Politie Suriname. Dat mensen die hard werken en een bijdrage leveren aan de opbouw van ons geliefd Suriname, dat ze op welke wijze dan ook worden tekort gedaan, benadeeld door anderen die zich hebben gewrongen in die positie om gewoon zo van hardwerkenden zaken zich te moeten toe-eigenen. Zijn er specifieke factoren die deze trend beïnvloeden? Ik wil me beperken op dat deel, of tot dat deel, dat behoort tot, dat valt binnen het onderzoeksgebied van de politie. Veel lijkt meer op zie doen, laat doen. Zie doen, laat doen. Ik denk niet dat welke economische situatie dan ook een mens zo ver zou moeten kunnen krijgen dat je overgaat tot het beroven of het doden. Ja, in ieder geval het niet houden aan een van de 10 geboden. Ja, ik denk het niet. En wat zijn de maatregelen die de politie treft om de veiligheid te garanderen? De politie die treft alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van inbreuk op regels die gesteld zijn, wetten die gesteld zijn. Maar je moet begrijpen, de verschillende inspanningen die de politie pleegt om inbreuken op de rechtsorde, of in ieder geval inbreuken die gepleegd worden op wetten. Ja, en dat maakt niet uit om wat voor wet het gaat, zolang het gaat om een verbod of een gebod. Ja, en er wordt een inbreuk gepleegd, dat de politie alles in het werk stelt om zo snel als mogelijk terug te gaan naar het normaliseren van die verstoorde orde. Maar er moet gezegd worden dat het Korps Politie Suriname met flinke uitdagingen zit. Ja, de grootste uitdagingen liggen meer op het vlak van tekort aan materieel en materiaal. Ja, er zal flink geïnvesteerd moeten worden in het korps om politiemensen hun job uit te kunnen laten voeren zoals dat van hun verwacht wordt. We hebben een chronisch tekort aan soms de meest eenvoudige dingen. Maar desondanks, met de zeer, zeer, zeer beperkte middelen, dat die politieorganisatie dan nog zo goed en zo kwaad als het kan, probeert de orde te waarborgen. Omdat wij bij uitstek de aangewezen organisatie zijn daartoe. Dus er is veel dat gedaan moet worden, veel dat geïnvesteerd moet worden. Als ik nog een simpel voorbeeld mag noemen, diefstal middels geweldpleging of een wetsovertreding heeft plaatsgevonden in het binnenland. Eentje waarvan het onderzoek geen uitstel gedoogt. Voordat de politie vaak genoeg op de plaats delict kan arriveren, zijn er zoveel hobbels die overwonnen moeten worden.
Gewoon omdat het ons ontbreekt aan behoorlijk materieel. En het incident waarbij een politiehelikopter werd beschoten, wat kunt u ons hierover vertellen? Laat me gelijk corrigeren. Het Korps Politie Suriname bevindt zich nog niet in die royale omstandigheid om te kunnen praten over een politiehelikopter. Waar het om gaat, is dat een ondernemer, dus dat er een diefstal met een zwelpleging heeft plaatsgevonden op de concessie van een bepaalde ondernemer. Deze ondernemer moet hebben aangegeven dus dat hij makkelijk aan een helikopter kon komen of een helikopter ter beschikking had. En hij heeft de hulp ingeroepen van de politie om in ieder geval zo snel als mogelijk die verdachte aan te kunnen houden. Ik heb begrepen dat het ging om, dat het zou gaan om twee vluchten die de politie zou moeten uitvoeren richting het Grand Creek gebied. En de eerste vlucht, toen de politie arriveerde, ja, is al bij de eerste vlucht is geschoten op die helikopter terwijl het circa 40 kilometer in de lucht was. Daar moet een politieman een schot hebben opgelopen aan zijn rechterbeen. Ja, of in ieder geval aan zijn been. Gelukkig is het een vleeswond in uitschot. En er was sprake van nog een politieman die gewond was geraakt. En men had het in eerste aanleg over een schamschot welke hij had opgelopen. Maar na later is gebleken, blijkt het te gaan om rondvliegend glaswerk dat hem getroffen heeft. En gelukkig dat nadat deze politieambtenaren in Paramaribo zijn afgezet, ja, zijn vervoerd naar Paramaribo, ja, dat ze heel snel behandeld zijn geworden. Ja, en dat op dit moment zij recoveren thuis. En hoe is dat verder afgelopen? Is er een onderzoek gaande? Natuurlijk. U moet zich even indenken. Als politieorganisatie kunnen wij een dergelijk optreden tegen de politie. Ik kan nu al zeggen, die organisatie zal dat nooit accepteren. Het gaat erom dat politieambtenaren beschoten zijn geworden terwijl ze in de rechtmatige uitoefening hun bediening waren. En er is op ze geschoten terwijl ze in een zodanig hulpeloze positie waren, ruim 40 meter in de lucht. Laten we ervan uitgaan, stel, worst case, dat die piloot was geraakt. Heeft men erbij stilgestaan wat er kon zijn gebeurd, wat het effect zou zijn als die piloot slechts was geraakt. Dus als politieorganisatie, wij treffen die maatregelen die noodzakelijk zijn om die grappenmakers die denken zo te kunnen ontkomen, dat die grappenmakers, we willen ze zo snel als mogelijk achter slot en grendel. Er is veel gezegd en er is zelfs de naam genoemd van een bepaalde nationaliteit. Maar die politieambtenaren die op dat moment in die heli zaten, die hebben gezien om wie het allemaal ging. Omwille van tactische redenen ga ik verder niet dieper ingaan op deze materie. De te nemen stappen door die politieorganisatie. Ik geef alleen mee dat wij dit als organisatie niet meer zullen tolereren. We willen geen no-go zones hebben. Ja, zoals we dat kennen in gebieden dichtbij. Althans niet die zo ver gelegen van Suriname. Ja, ik noem Trinidad. Ik noem onder andere Trinidad. En er zijn bepaalde delen in Latijns-Amerika waar de politie niet komt. Als we geen actie ondernemen
dan zien we al aankomen dat ergens, ja, binnen niet al te lange tijd, het heel moeilijk zal zijn voor zowel die politieorganisatie als die gewone burger om zich te bewegen naast Sanderij. Het wordt moeilijk. Dat is onacceptabel. Zijn er nog meer uitdagingen die de politie tegenkomt bij het garanderen van de veiligheid? Een van de uitdagingen, ja, er zijn meerdere uitdagingen. Een van ze is dat terwijl de politieorganisatie, dus tijdens het onderzoek, wanneer je getuigen zou vinden dat op het laatste moment, of misschien soms al bij het begin, getuigen die medewerking niet willen verlenen. Terwijl het gaat om het handhaven van die veiligheid in hun leefomgeving, hun leefgebied. Ja, je moet rekening houden met een aantal aspecten, verdragen die gesloten zijn met overige landen. Ja, je moet met zoveel rekening houden in jouw optreden. Het zijn allemaal uitdagingen die wij ondervinden. Of uitdagingen die voor ons, waarmee we geconfronteerd raken. Het gebrek aan behoorlijke voertuigen voor de surveillance in de gebieden. Dat stukje laat ook te wensen over. Want we willen er overal zijn. Door het gebrek aan voldoende materieel, voldoende materiaal, uniformen die niet ter beschikking zijn, waardoor de politie zichtbaar aanwezig is in de gebieden, ja, dat allemaal te wensen over. En dan wil ik het nog niet hebben over andere zaken die ik liever niet aankaart. Omdat die veiligheid, het moment dat ik hierover ga praten als woordvoerder, kan het makkelijk anders vertaald worden. We hebben grote uitdagingen. Of we staan voor grote uitdagingen. We worden ermee geconfronteerd. Maar ook dan nog proberen wij als politieorganisatie met de beperkte middelen ons zo goed en zo kwaad als het kan te kwijten van onze taak. En in algemene zin is het meer het zorgen voor de veiligheid van die totale samenleving. Zijn er nog meer plannen om de samenwerking tussen andere veiligheidsdiensten en ook lokale gemeenschappen te intensiveren? Ja, er zijn niet alleen plannen. Die plannen die liggen er al sinds jaar en dag. Iedere veiligheidsdienst, ja, en wanneer we praten over veiligheidsdiensten, denken we vaak genoeg aan diensten die belast zijn met, ja, die gewapend hun taak uitoefenen, bewapend hun taak uitoefenen. Maar de veiligheidsdiensten, het is een containerbegrip. Je moet hem ruim bekijken. Want ook de mensen van de milieupolitie, die zijn belast met een deel van die veiligheid. Ook de mensen van de bouwpolitie zijn belast met een deel van de veiligheid. Ja, BOG is ook belast met een deel van de veiligheid. Met al deze veiligheidsdiensten, ook de diensten die voor de gewone burger lijken op een simpele overheidsdienst. Al die diensten die leveren een bepaalde bijdrage. Ik wil mij gaan richten tot de veiligheidsdienst of de veiligheid die mede door de andere gewapende macht, dat is het Nationaal Leger, samen met de politie wordt uitgevoerd. Maar ook de diensten als de BBS, KPA, de brandweer, de douane, de geuniformeerde veiligheidsdiensten die allemaal op hun niveau een bijdrage leveren aan het veilig houden van Suriname. De politie die heeft die plannen. Bepaalde van die plannen die zijn er iets lange tijd in werking. Waarbij op elk vlak van die verschillende diensten
er een samenwerking is. Ja, we moeten dat zo doen. De politie is belast met de toezicht op naleving van wetten. En dat doet zij samen met anderen. Zo heeft u het gehoord van de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, inspecteur van politie, de heer Milton Kensmeel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. In de volgende aflevering vervolgen wij het gesprek met de inspecteur. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.